Door de economische situatie in ons land heeft ook de schooljeugd het erg moeilijk. Om deze groep tegemoet te komen, heeft Lions Club Quatta gisteren 20 waardebonnen van elk 250 SAD overhandigd aan geslaagden van GLO-scholen van Quatta. Het project School Excellence Award is bedoeld om een andere groep dan de best geslaagden van scholen in aanmerking te laten komen voor steun. In overeenstemming met de verschillende schoolleiders is een selectie gemaakt van leerlingen die is geslaagd van de lagere school en behoefte heeft aan extra ondersteuning. Rawin Shangur, Region Chair van de Lions, gaf de Lions Club Quatta een pluimpje, aangezien andere Lions Clubs zich alleen focussen op de best geslaagden. Ik wil een applaus voor Lions Club Quatta. En bedanken voor de goede aanbeveling. Aan de studenten speciaal woord. Ik denk dat het doet bijzonder goed als ik me, ja, hoe ik dat terug moet, ik denk 25 jaar terug hoor, van de 6e klas was geslagen aan de bedoeling. En dan zie je van wat allemaal gebeurd is. Ik kom over van haar moeder, die heeft ook niet zo goed hart. En ik moet zeggen, door alleen om te kijken, dat gaat het echt goed leren. Alleen als je kijkt wat je ouders voor je elke ochtend voor je klaarzetten en je stimuleren om te leren, dan denk ik dat het heel veel bij je laat. Amen dat je niet geslaagd bent, niet gehaald hebt, doet jouw ouders voor wat. En zeker jou. Niemand serieus. We zitten in een moeilijke situatie in ons land en dat dan belangrijk is, als je hiermee gaat elke cent dat je ouder jou geeft of je oma jou geeft, waarderen. Dat was Rawin Shangur, Region Chair van de Lions. De waardebonnen zijn geschonken door Beirut Bazaar, waarmee Lions Club Quatta reeds jaren een goede samenwerking heeft.